Als overheid willen we inzicht krijgen in het gebruik van de openbare ruimte door mobiliteit. Daarvoor werken we samen met burgers, marktpartijen en andere overheidsorganisaties. Dan is het noodzakelijk dat je dezelfde taal spreekt, ook wanneer het over data gaat. Daarom creëren we een uniforme datastandaard voor mobiliteit, CDSM. Een selectie aan API's en een standaardovereenkomst die ervoor zorgen dat verschillende mobiliteitsaanbieders hun data veilig en efficiënt kunnen uitwisselen met de overheid en andersom. Denk aan gebruikersaantallen, lengte van ritten, bewegingen door de stad. De data is actueel en je kan dynamisch sturen. Zo zie je direct het resultaat van beleidskeuzes en kan je daar weer van leren. Ook kan je direct communiceren met de systemen van mobiliteitsaanbieders en zo efficiënt samenwerken. Mobiliteit reikt niet tot de gemeentegrenzen. Daarom is het nodig om data uniform uit te wisselen. Zo kunnen mobiliteitsaanbieders gemakkelijk uitbreiden naar andere gemeenten en kunnen gemeenten onderling leren door datasets met elkaar te vergelijken. In Nederland en daarbuiten. De CDSM is vormgegeven aan de hand van Europese definities en wetgeving. Dus in heel Europa toepasbaar. Met CDSM bouwen we aan een fundament om mobiliteit te laten bijdragen aan een bereikbare, leefbare en schone openbare ruimte. En daar hebben we jouw organisatie bij nodig. Help je ook mee om de CDSM dé datastandaard voor mobiliteit in Europa te maken?